Reconnecting with the Divine. Nou, als je dat wil doen, dan heb je wel een leidraad nodig. En dat kan in dit geval of onder andere de Bhagavad Gita zijn. We praten vandaag met Santosh Singh en hij gaat ons vertellen wat allemaal hierin te vinden is, de belangrijke lessen en hoe belangrijk het is om echt terug te gaan naar wie je bent als mens, wat dat voor je kan betekenen en hoe je leven eruit kan zien. Blijf u kijken. We zitten vandaag hier met Santosh Singh en hij gaat ons veel meer vertellen wat hij allemaal doet en vooral waar. Eigenlijk wil ik niet vertellen wat we gaan bespreken. Ik denk dat je het best kan doen. Welkom en dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Ja. Allereerst, wie is Santosh Singh? Santosh Singh, verschillende aspecten van Santosh Singh. Ik ben in dagelijkse leven entrepreneur, archeoloog, historicus. En bij Stichting ISKCON Suriname, een van de hoofdorganisatoren van deze festival op Gita Jayanti, ben ik bij ISKCON een van de bestuursleden. Oké, okay. Ja. Je hebt net aangegeven bestuurslid en je hebt de naam genoemd Gita. Gita Jayanti. Oh, Gita Jayanti, goed. Ja. Wat is dat precies? Gita Jayanti is eigenlijk in het Sanskriet en Hindi. Jayanti betekent geboorte of verschijning. En Gita is afkorting van Bhagavad Gita, onze heilige boek. Dus 5000 jaar, zoveel jaar geleden, herdenken we op de dag van Gita Jayanti. Wanneer de Bhagavad Gita, waar Krishna de Bhagavad Gita sprak en Arjuna deze kennis gaf. Ja. Het is eigenlijk een heilig boek dat gegeven is op die dag. Ja, is gesproken eigenlijk. Oh. Bhagavad Gita. Mm-hmm. Bhagavad is afgeleid van het Sanskriet woord Bhagavan, mm-hmm. wat God betekent. Eigenlijk is veel meer dan God. Maar om het kort te houden, betekent het God. En Git is afgeleid van het Sangeet, wat lied betekent. Dus de Bhagavad Gita betekent letterlijk het lied van God. En het is in 45 minuten gesproken door Krishna. En Arjuna zat in een dilemma. En hij heeft het in 45 minuten dan opgelost. En het is 18 hoofdstukken en 700 versen. En dat wordt nog steeds gebruikt vandaag aan de dag? Dat wordt nog steeds gebruikt. Ik weet dat je ook een favoriete lied hebt. Heb je een favoriete lied? Hindoestaanse liedje. En lied? Oh ja, sowieso heb ik een favoriete lied. Kan je een maand of een jaar lang constant naar luisteren? Absoluut. Ja? Yeah? Wat je niet moe ervan? Je gaat er wel moe van. Je bedoelt elke dag? Elke dag constant. Nee, dat niet. We gaan niet gek doen. Precies. Maar omdat die materiële liederen zijn. Liederen die gemaakt zijn. En het zijn tijdelijke dingen. Mm. Je ziet, als we kijken naar de geschiedenis, laten we zeggen in de jaren 80, heb je bijvoorbeeld, noem maar een lied, Dancing Queen van Abby. Ja. Je hoort het niet meer, maar het was een groot hit. Mm. En over 100, 200 jaar denk ik niet dat mensen, nog misschien een paar verdwaalden, maar ik denk dat mensen dan gaan luisteren. Ja. Maar Bhagavad Gita is een lied van God, het is eeuwig. Het is niet 5000 jaar oud, het is niet een miljoen jaar oud, het is eeuwig. En mensen lezen dagelijks eruit. En het wordt gewoon niet oud. Hoe meer je, in tegendeel, hoe meer je eruit leest en hoe meer je met anderen over praat en noem maar op, toepast in je leven, hoe meer je erover leert. Eén vers kan je hele leven lang in het Engels zegt ze dissecten. Ja, ja, ja. En, sorry hoor. Ja. En dan nog is het niet genoeg, ja. Als het ware. Maar ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest als het dus gaat om Hindi-religie. Ja. En wat is er zo gezongen in dat liedje, als je het zou moeten vertellen aan iemand? Zo, het zijn 700 versen. Hij heeft het in 45 minuten gedaan. Hij alleen weet. Ja. Als wij lezen is het drie uren, twee tot drie uren, soms langer. En hij behandelt vijf hoofdonderwerpen erin. Natuurlijk zijn er kleinere onderwerpen die daaronder vallen, zo'n paraplu, maar het zijn vijf onderwerpen die hij behandelt en die zijn van eminent belang voor ons. Hij heeft het tegen Arjun, of hij heeft het aan Arjun gegeven, hij heeft gezongen voor Arjun, maar het is eigenlijk voor elk mens in deze tijdperk. We zijn allemaal verdwaald en we hebben allemaal een leegte in ons hart. We zijn allemaal op een battlefield en niet met anderen, soms met anderen, maar alles wat in je gebeurt, in je mind zeggen ze, in je gedachten, in je geest, is een weerspiegeling dat naar buiten komt. Dus omdat wij mensen niet
in peace or with peace zijn met onszelf, onszelf niet kennen, onze relatie met God zijn vergeten, hebben we dan zo dat we naar buiten negativiteit brengen. Tegenover elkaar, iedereen wil mooi zijn, wil geweldig zijn, geweldiger dan die andere, mooier dan die andere, ik moet rijker zijn dan die andere. En dat komt eigenlijk tevoorschijn in de Bhagavad Gita. Is eigenlijk, de Bhagavad Gita is gesproken, is eigenlijk een deel van de Mahabharat. Mahabharat betekent Groot India. En het is een gevecht geweest tussen twee familieleden, heel grote familieleden, voor eigenlijk het koninkrijk. Maar daarover, je hebt huiswerk, als je meer over wil weten, kom dan 22 december naar ons toe. En er is heel veel kennis, een oceaan van kennis. Ja. Maar de vijf dingen die besproken worden, is één, in Sanskriet zeggen ze Bhagavan, God. Wie God is eigenlijk, want wie weet precies wie God is. Mm-hmm. Wat moet je hebben om God te zijn? En we komen dat dan straks daarop. Atma, dus de ziel, is een van de meest belangrijke onderwerpen van de Bhagavad Gita. Ik ben zelf naar verschillende universiteiten geweest. Ik heb op ADEC gestudeerd. Ik ben 4 maanden geweest naar Canada, waar ik antropologie heb gedaan en geschiedenis. Ik ben 1,5 jaar geweest in Nederland. Ik heb in Guyana de universiteit bezocht. En nog een paar andere plekken. Maar nergens zie je eigenlijk dat mensen praten over de ziel. Iedereen is gefocust op het lichaam. Materiële kennis vergaren. Maar wie zijn wij eigenlijk? Als ik u vraag wie bent u, dan kunt u zeggen ik ben een vrouw, ik ben een Surinamer. Ik ben een interviewer, ik ben rijk, ik ben mooi. Ik ben een moeder, ik ben een vader, ik ben een Chinees, Javaan, Kriool. Maar deze zijn eigenlijk tijdelijke, tijdelijke identifications with the body, met het lichaam zelf. En op een subconscious niveau, toch, weten wij dat we het lichaam niet zijn. Je zegt bijvoorbeeld, dit is mijn telefoon. Je zegt, dit is mijn kurta. Je zegt, dit is mijn huis. Maar je bent je huis niet, je bent je telefoon niet, je bent niet je kleding. Je zegt precies zo ook, want deze, het is van mij geeft aan, het is een bezit van jou. Precies zo zeg je ook, dit is mijn oog, dit is mijn vinger, dit is mijn hand. Je bent niet je hand, je bent niet je vinger, je bent niet je oog, je bent niet je tanden, je bent niet het bloed, je bent niet dat pus en noem maar op in je lichaam. Je bent iets veel belangrijker en daarover praat Bhagavad Gita. En de relatie eigenlijk, daarom heet het Reconnecting with the Divine. Zodat je eigenlijk begrijpt wie je bent. Want al deze tijdelijke, in het Engels zeggen ze heel mooi, demarcations. Guyana zegt dit is van mij. Venezuela zegt dit is van mij. Maar is het werkelijk van jou? Het was al daarvoor dat je kwam. Van wie is het? Het is van God. En als je de relatie tussen jou en God begrijpt, wie je bent en wat je positie is, waarom je hier bent gekomen, gaan deze tijdelijke materiële drempels ons niet tegenhouden. Je moet een bepaalde kracht hebben om over een drempel te kunnen rijden met een auto. Soms is de drempel heel hoog. En als je de begrip niet hebt, ga je niet over die drempel kunnen komen. Ga je stuiten en dan heb je oorlog en dit en die, woede, envy, al die soort dingen. De derde is de materiële natuur. Om je relatie met God te begrijpen, prakriti wat gezegd in Sanskriet, moet je ook zijn natuur en zijn energie begrijpen. Wat het is eigenlijk. Hebben we alleen één aarde? Is het één universum? Wat is het eigenlijk? Want we praten vaker over hemel en hel en al die soort dingen. Maar in de Bhagavad Gita wordt ook beschreven over de materiële natuur. Natuurlijk in het kort, maar je kan daaruit heel veel halen. En heb je dan in andere geschriften van ons dan veel meer uitleg. Dan heb je prakriti. Kaal, tijd. Tijd is heel belangrijk. Want ik kan een voorbeeld geven. Er is altijd een vraag geweest van, als God ons heeft gemaakt en dit alles, wie heeft God dan gemaakt? Toch? Dan zitten we te denken van, wacht even, werkelijk. Omdat iemand ons heeft gemaakt, en die persoon die ons heeft gemaakt, heeft iemand gemaakt, en zo gaat het verder. God heeft ons gemaakt, dan hoe dan? Er zal dan geen God zijn, we zijn gewoon zo tevoorschijn gekomen, weet je, we zijn verschenen. Maar in de Bhagavad Gita wordt tijd dan heel, geweldig uitgelegd. Er wordt gesproken over de spirituele wereld en de materiële wereld. In de materiële wereld heb je tijd en alles is gebonden aan tijd. Bijvoorbeeld als je geboren wordt, moet je doodgaan.
als je ook reïncarnatie, karma, daar komen we straks, het laatste punt. Als je doodgaat, word je ook geboren, maar de ziel blijft hetzelfde. Je lichaam vergaat, maar je ziel blijft hetzelfde. En het doel van het ziel is om terug te gaan naar God. En zichzelf, zijn eigen identification, zijn identiteit te realiseren, te begrijpen. Yeah. En terug te gaan van waar hij is gekomen. Dus voordat we naar punt 5 gaan, je hebt iets moois aangehaald. Reïncarnatie, en heb je dat over je ziel blijft hetzelfde. Yeah. Ik wil even daarop een oprechte vraag. Yeah, wil dat bijvoorbeeld zeggen, ik ben nu Aranza. Mm-hmm. En als ik dood zou gaan, mijn ziel is Aranza, om het zo te zeggen. Yeah. En dan kan het zijn dat ik terugkom als bijvoorbeeld een man. Mm-hmm. En dan in mijn volgend leven denk ik van, wacht even, maar waarom voelt het aan alsof ik al hier ben geweest? Mm-hmm. Of waarom ben ik, weet je, is het, heeft het een connectie daadwerkelijk? In de Bhagavad Gita zegt Krishna tegen Arjun, je hebt zoveel miljoenen levens gehad, maar jij kan dat niet heugen. Jij kan dat niet heugen, maar ik wel. Dat zegt hij. God is heel groot. En hij herinnert alles. Mm-hmm. Hij weet alles. En weet ook alles wat nog moet komen. En reïncarnatie is zo. Er zijn miljoenen levens. Zijn we op en neer, op en neer. Volgens de Heilige Schriften, ook de Bhagavad Gita, zijn er 8,4 miljoen soorten levende wezens. En dan praten onze geschriften niet alleen over één aardebol, één solar system. Maar nu heb je in de, sci-fi world, dat ze praten over multiverse en al die soort dingen. Ja. Toen in de 16e, 15e eeuw, toen de hele wereld dacht dat we een platte aarde hadden, dan beschreven onze heilige al over aarde zijn genoeg depictions, 9 planeten, verschillende stelsels, stardust, al die soort dingen. Die dingen hadden we al. Yeah. En over reïncarnatie, als ik daarop mag ingaan, als je maar één keer geboren zou worden, dan zou het heel oneerlijk zijn van God. Want waarom wordt één persoon rijk geboren en eentje arm, eentje zonder een voet, eentje met 3 voeten, mm-hmm. eentje mooi en eentje, iedereen is mooi, maar je weet wat ik bedoel, eentje, noem maar op. Heb jij gekozen voor je ouders? Nee, heb je gekozen om in Suriname geboren te worden? Heb je gekozen? Heb je je kleur gekozen? Nee. Maar toch wel. Je hebt het gekozen door je vorige handelingen. Kijk, God beloont, af en toe beloont hij alle soort dingen, maar hij heeft een systeem in elkaar gezet, dit karma. Dat is net wat de staat heeft. Als je door rood rijdt, ga je gestraft moeten worden. Dat is punt 5, nog karma. Dat is karma. Dat is karma. Oh ja, iemand praten. Ja. Gelukkig is het dus, 5e punt. Ja. Alles wat je met je gebeurt eigenlijk, is eigenlijk de consequence of de gevolgen van jouw eigen handelingen. Is net als je een druppeltje water laat vallen in een emmer of in een paddel. Dan zie je, ploep, en dan geeft het, maar het komt ook terug. Mm. Het komt terug. Dus alles wat je doet, ook wat je denkt, is heel, heel belangrijk. Is heel belangrijk. We staan niet daarbij stil, maar alles wat je doet en alles wat je zegt, alles wat je denkt, is heel belangrijk. En dat gaat aan het einde van je leven. Want de Bhagavad Gita bereidt ons eigenlijk voor, ook op het leven natuurlijk, maar meer op het tijdstip van de dood. Want we zijn zo gefocust en we're losing track. We weten niet wanneer onze lichaam zullen verraden. En op het tijdstip van onze dood, alles dat je hebt vergaard, als je een geweldige top president bent geweest, of een koning, of een bedelaar, of noem maar op, niets gaat je kunnen helpen. De dokters gaan een dagje gaan ze bedanken. Ze gaan niets kunnen doen. Je geld kan niet eens een seconde terugkopen. Je schoonheid, er gaat altijd iemand zijn die mooier dan je gaat zijn. Altijd. Je kan het niet. We worden ouder. En de Bhagavad Gita leert ons eigenlijk los te laten. En dat is wat wij nodig hebben als mensen. Omdat je vasthoudt is van iets, van mij. Het was nooit van jou. Het was nooit van jou. Je bent met lege handen gekomen. En je gaat met lege handen weg. En omdat je vasthoudt, naf mi, libe, nog vast in mokiri. Gebeuren al deze negativiteiten. Het is alleen met jou, met het lichaam, tijdelijke lichaam verbonden op dit moment. Als je weggaat, voordat je kwam, was het huis van iemand anders. Je gaat weg, gaat iemand anders erin wonen. Ja.
Ik zou zeggen, dit gesprek, maar ook gewoon als je zegt wat er allemaal geschreven staat. Sowieso leert het je om humble te zijn. Helemaal. En eigenlijk heel erg bewust te zijn van je acties. Helemaal. Want je zegt net, het is in, je staat er inderdaad niet bij stil, weet je. Ja. Maar we zijn inderdaad gewoon een ziel in een lichaam. Ja. Als je zou moeten kijken naar 22 december, ja. Wat houdt reconnecting with the divine precies in? Reconnecting with the divine is eigenlijk een start die we maken. Is een pilot eigenlijk. Er zijn verschillende organisaties die eigenlijk helpen organiseren en aanwezig zullen zijn. We hebben Stichting ISKCON Suriname, waarvan ik bestuurslid ben, in samenwerking met de Vereniging Senat in de Hurre Mahasabha Suriname, de Culturele Unie Suriname, Organisatie Hindu Media, Stichting Art of Living Suriname, Juvadel Suriname, Sri Sitara Mandir, Stichting Vishwa Hindu Parishad en Sat Kabir Sansta Suriname. En eigenlijk proberen we dan de mensen bewust te maken van hun rol eigenlijk in het leven. Ook hun relatie met God. Dat wordt eigenlijk sambandha genoemd. Het is net hoe jij en ik een relatie hebben. Ja. Toch? Die mevrouw met die heer. Iedereen heeft een relatie met elkaar. Hebben wij ook een eeuwige relatie met God. Wij zijn vergeten. Hij is niet vergeten. Wij zijn vergeten. En door de Bhagavad Gita te lezen. En associatie te hebben van mensen op hetzelfde niveau. Want wetenschappelijk is het bewezen. Dat je de gemiddelde bent van de 5 mensen met wie je dagelijks omgaat. Ja. Ga je dan elke dag bezig zijn met mensen die bier drinken, mensen die houden van vechten, mensen die lui zijn, noem maar op. Dan ga je automatisch deze kwaliteiten met je meebrengen. Maar ga je je focussen met mensen die positief zijn, mensen die vooruit gaan, al die soort dingen, mensen die goddelijk zijn. En alleen focussen op het positieve, dan ga je automatisch... Je bent als ijzer. Ja. Als je ijzer zo houdt, zie je niets. Als je het in de vuur zet, dat is die associatie, gaat het de eigenschappen van vuur overnemen. Haal je hem weer weg, wordt het weer koud. Ja. Precies zo zijn wij. En reconnecting with the divine is eigenlijk een attempt om mensen natuurlijk een oplossing te geven voor hun problemen. Want iedereen, hoe je dan ook bent, als je hindoe bent, moslim, christen, rijk, arm, mooi, noem maar op. Je hebt problemen. Krishna zegt in de Bhagavad Gita, deze wereld, deze creatie is een oord van ellende. Dukhalyam, ashashvatam. Het maakt niet uit waar je gaat. Alles is tijdelijk. Je hebt geboorte, ouderdom, ziekte. Het komt op je af. Je bent niet ervoor, maar het komt op je af. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, geluk en verdriet in deze wereld, omdat het tijdelijk is, zijn het als zomer en winter. Ze gaan en ze komen, ze gaan en ze komen. Je gaat nooit altijd blij zijn. Je gaat ook nooit altijd verdrietig zijn. Maar dan leert hij je eigenlijk ook, wat is werkelijke blijdschap? Werkelijke blijdschap is niet iets tijdelijk. Het is iets dat non-stop blijft. En je hoeft niet bij hem te zijn om die blijdschap te bereiken. Want hij is altijd met je. En als je dat realiseert, dan maakt het niet uit om zo te zeggen. Als je een hel bent, als je hier terug moet komen, zoveel leven achter elkaar. Maar dat je doorhebt dat hij alles is wat je relatie is, dan... ga je alleen hem willen dienen. Want dat is eigenlijk, onze religie heet geen hindoeïsme. Het is een ander ding. Het is gegeven door invaders, mensen die in India zijn gekomen, hebben ons die naam gegeven. En het is zo gebleven. Ja. Sanatan Dharma is eigenlijk de juiste benaming van onze religie. En Sanatan betekent eeuwig en Dharma betekent je plicht. Alles is van plicht. Plicht van vuur is om hitte uit te stralen. Plicht van water is om vloeibaar te zijn. Als je het gewoon laat in zijn natuurlijke omgeving, in zijn normale staat, gaat het die plichten voltooien. En wij als mensen, onze eeuwige plicht is om God te dienen. Dus je zegt eigenlijk niet, je beleidt het hindoeïsme, dat is eigenlijk verkeerd gezegd. Sanatan Dharma, we zijn eigenlijk volgelingen van Sanatan Dharma. En wij, wat wij volgen, zijn Vaishnavas. Wij zijn van een hele oude, richting van de Sanatan Dharma. En wij believen de Bhagavad Gita, hoe het is gegeven. Daarom heet het zoals het is. Ja. Ja. En de mensen die willen attenden, 22, is het gratis? Moeten ze registreren? Het is helemaal gratis. Al deze organisaties zijn bezig voor ons, voor het welzijn van de mensen, om donaties op te halen. Dus als u donaties zou willen geven, kan in natura, kan ook als je financieel wil, als je tijd wil geven, dan zou je contact kunnen opnemen met de volgende personen. Meneer Anil Manurat op 887-1515. Of je kan ook
bellen naar onze tempel is 8950-482. En het is gratis, zoals ik zei. Het is niet voor alleen voor mensen die op mij leken. Het is niet voor rijke mensen, het is niet alleen voor arme mensen, het is voor iedereen. Omdat de Bhagavad Gita niet kijkt naar ras, kleur, geloof, al die soort dingen. Het kijkt naar wie je eigenlijk bent. En op dat niveau zijn we allemaal één. Okay, ik denk wel dat ik zeker kom, maar wat moet ik aantrekken als ik kom? Ben ik vrij in mijn kleding? Je bent vrij in je kleding, maar zolang het netjes is. Ja, ja zolang het netjes is, dus geen korte broek en open buik en... Dus netjes. Bedekt. Ja, goed, zeggen nee. De heel edele metalen zijn bedekt door aarde. Toch? Je gaat nooit gewoon... Het kan. Maar in de meeste gevallen... Very rare om diamant goed te zien. Je gaat goed moeten graven ja. Om ze te kunnen vinden. Toch? En goud bijvoorbeeld, ik heb anderhalf jaar gewerkt in het binnenland, in de goudvelden. En ik heb nooit een stukje goud op de grond gezien. Wat ik dacht van, misschien ga ik ooit zien hoe het... Nee, mensen graven diep, echt diep om goud te vinden. Ja, last aan diamanten. Ja, precies. Ja. Het was echt een leerrijk gesprek, wil doorgaan, maar we zullen dat gesprek continueren een andere dag hier. Heb je nog een boodschap waar je mee wilt afsluiten voor de mensen? En dan vraag ik je om in de camera te kijken. Ja, mensen, ik heb heel veel boodschappen. Ik weet niet welke ik moet uitkiezen, maar ik zal gaan met deze. We staan elke dag op in de ochtenduren en we gaan weer slapen. En dan is een dag voorbij. En ik weet, de economische situatie in het land. Maak dat je eigenlijk gefrustreerd raakt, je hebt met, familieproblemen, noem maar op. Volgens de geschriften zijn er drie soorten problemen die gecategoriseerd zijn, maar die gaan blijven komen. Ik zou u dan willen vragen om in deze tijden van nood, niet alleen in nood, maar ook als je goed bent, om God altijd te herinneren, hem te danken en hem centraal te zetten in je leven. Wij zijn net als een vis. Als je een vis pakt en je haalt hem uit het water, je zet hem op een gouden stoel. Dan maakt het niet uit wat je hem gaat geven. Toch? Denk maar wat jou blij zou maken. Mooie mannen, mooie vrouwen, veel geld, noem maar op. Lekkere eten, een paleis. Hij gaat niet blij zijn. Hij gaat echt niet blij zijn. Want wat hij werkelijk nodig heeft, heeft hij niet op dat moment. Wat hem blij gaat maken, is als je hem gaat pakken en terug in het water gaat zetten, wat zijn originele omgeving is. En precies zo zijn wij, net als dat visje, We zijn niet in een originele omgeving en we proberen door de externe dingen blij te worden. En, als ik die nieuwe iPhone kreeg, ga ik blij zijn. Als ik die vrouw kreeg of die man kreeg, ga ik blij zijn. Als ik die positie kreeg, ga ik blij zijn. Als ik ga slagen, ga ik blij zijn. Als ik een huis ga hebben, ga ik blij zijn. Als ik die lotto ga winnen, ga ik blij zijn. Maar deze zijn alleen dingen. Wel, hele leven lang rennen we achter deze dingen, maar we vergeten de meest belangrijke. Dat eigenlijk vlak in je zit. Je hebt niet veel nodig. Ik weet niet als je ooit een ezel hebt gezien die achter een wortel rent, dus een stok zo gebonden. Toch? En ze doen ook met geiten. Don't be that donkey. Don't be that goat. Wees niet als hun. Maak je ogen open, want in de hele creatie zijn wij de mensen de enige die kunnen begrijpen dat er iets hoger is dan wij. En alles omheen, dat iemand dit alles heeft gemaakt. Dus... zoek God op. Kom 22 december als je begeleiding nodig hebt. Als je vragen hebt en die vragen beantwoorden we. En je zal ook tevreden zijn. Je zal begrijpen van, werkelijk. Kom je relatie met God weer herstellen. En dan zal je zien dat everything, alles zal weer op zijn plaats vallen. En dan zal je zien wat werkelijke blijdschap is. Dankjewel. En ik wens je ook heel veel succes toe in alles dat jullie doen als organisatie. Dankjewel. Ook jullie en bedankt voor de gelegenheid. Het betekent heel veel voor ons dat jullie ons deze gelegenheid hebben gegeven. Ja, niet te danken hoor. Graag gedaan. Ja, is goed dan. Nou, met deze wijze woorden, deze wijze lessen, ze zaten er bomvol. Zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel. Santosh Singh heeft het voornamelijk gehad over hoe belangrijk het is om humble te zijn en terug te gaan naar wie jij zelf bent als mens. En een aantal wijze lessen heeft hij daar ook mee gedeeld. Dat was het wat betreft het eerste deel, maar gaat u nu weg, want er is nog een tweede deel voor u.
welkom bij het tweede deel. We staan momenteel te Ballingsula, dat is het meisjesinternaat op Highway. We gaan in gesprek met de directrice, mevrouw Yvna Vrede, en zullen we het hebben over de recente ontwikkelingen en de obstakels waarmee het internaat te maken heeft. Mevrouw Yvna Vrede, dank u wel dat u tijd heeft gemaakt om met ons te zitten vandaag. Hoe gaat het met u? Wel, we doen onze best. Zoals het met iedere Surinamer gaat. Als je opstaat, moet je je best doen. Dat is zo. Ja. Zo, we zitten op de Ballingsula, het meisjesinternaat. Allereerst, hoe lang bestaat het internaat al? Als ik het goed heb, bestaat dit internaat al sinds de jaren 90. 1997 moet het zijn. Die naam Ballingsula, u weet Ballingsula in Brokopondo. Deze naam draagt zijn geschiedenis aan, dus het feit dat dit internaat eigenlijk in Brokopondo zou staan. En mensen van Ballingsula, samen, dus de gemeenschap van Ballingsula, samen met de organisaties waren overeengekomen om daar een opvang op te zetten voor studenten die vanuit het verre binnenland zouden komen om voor verdere studie. Maar vanwege allerlei omstandigheden is het niet doorgegaan. Toen heeft men gekozen om dus deze plek hier toch die naam te geven. Dus om die naam te behouden is dit hier opgezet. En vandaar dus dat het Ballingsula heet. Ik zeg dit omdat vele mensen denken dat het internaat Ballingsula staat in het Brokopondo. Mensen zijn ons zelfs helemaal daar gaan opzoeken. Ja, het is inderdaad mooi dat u het deelt, zodat de mensen dat inderdaad ook gewoon weten. Ja. Het internaat bestaat al een aantal jaren. Ja. Hoe lang zit u al aan als directrice? Ik zit hier vanaf 1916. Per januari 1916 heb ik hier overgenomen. Dat is al hele poos al, dus u heeft die transformatie van het internaat wel meegemaakt? Wel, ik heb niet zoveel informatie over de periode toen het was gestart. Maar toen ik heb overgenomen, waren er 16 pupillen en een beheerder. En vanaf toen dus heb ik geprobeerd met een beetje kennis wat ik draag over het maatschappelijk werk. Maar ook met de middelen die we ter beschikking hadden. Zo hebben we geprobeerd om tot de dag van vandaag de zaak draaiende te houden. Ja. Maar hoe uitdagend is het vooral nu met de financiële situatie? Heel uitdagend. Het is vanaf het begin uitdagend geweest. Omdat ik heb overgenomen omdat ik een salaris had en ik had een hart voor mijn meisjes uit het binnenland. Dus toen ik hoorde dat hier, dus dat mensen een naarstig zocht naar een beheerder, een directeur, heb ik het aangegrepen met beide handen. Omdat ik mijn bijdrage wil leveren aan de groei, de ontwikkeling van jonge Surinaamse meisjes, maar in het bijzonder Maron meisjes. Maar vanaf toen heb ik nooit echt de nodige ondersteuning mogen ontvangen. Ik heb een salaris, ik ben ambtenaar geweest. Ik ben toen uitgeleend, officieel uitgeleend vanuit het ministerie van regionale ontwikkeling. En daarmee hebben we dus de zaak geprobeerd draaiende te houden, zo nu en dan. Wat hulp, wat donatie, maar er was geen structurele ondersteuning als zodanig. En nu is het nog erger. Ja, dat brengt mij eigenlijk ook naar mijn volgende vraag. U zegt, er is geen structurele hulp geweest, zeg maar. Is er misschien getracht om te werken met organisaties, bedrijven of zo? Ja, kijk, ik heb overgenomen en ik had begrepen dus dat er een subsidie was van de overheid, waardoor de instellingen draaiende, weet je, dus ik draaiende kunnen houden. Maar toen ik heb overgenomen, was er geen subsidie, dus wij kregen geen middelen binnen. Er was ook schenking, laat me het schenking noemen, van het ministerie van Sociale Zaken en Sociale Instellingen. Maar gedurende de COVID-periode was het stopgezet en het is tot nu toe nog niet meer regelmatig geweest. Ja. En hoe doet u dat met de financiële middelen? Want een internaat draaiende houden is best een uitdaging. Het is een heel grote uitdaging. Ik zei het aan het begin. De ouders leveren een bijdrage, maar dat is echt een minime bijdrage. Het is zo karig dat je niet veel mee kan doen dan alleen maar
voeding eigenlijk. Dus je kan geen hongerige magen hier hebben die de school moeten bezoeken, lessen moeten leren en samen verblijven. Dus wij hebben ons meer gefocust op voeding. Maar een internaat draaien en houden is meer dan dat. Die begeleiding is nodig, de vorming is nodig. Renovatie van gebouw, onderhoud, alles hebben we nodig. We hebben onderhoudsmensen nodig. We hebben mensen die moeten helpen in de keuken en zo. Zo was ik het komen aantreffen. Maar iedereen is weggegaan omdat ze niet betaald werden. Ik heb hier wel ondersteuning van mevrouw Vrede. Maar dat is ook pro deo. Ja. Als we moeten kijken naar een normale dag in het internaat, hoe ziet dat eruit voor de meisjes? Voor de meisjes is dat 's morgens vroeg opstaan, zich ready maken, ontbijten en dan naar school gaan. We hebben gelukkig nog schoolbussen, dus zodat ze naar het internaat komen. Dus als ze zich inschrijven, stellen we dat ook aan de ouders voor om dus dat te regelen voordat die meisjes komen. Vanwege de afstand. Mm-hmm. Maar behalve dat, bussen rijden ook niet zo makkelijk hier in de omgeving. Dus we hebben het geregeld dat ze allemaal met de schoolbus gaan. En in die tussentijd wordt er voor ze gekookt. Na de school gaan ze dan eten, opruimen, schoonmaken. We hebben een rooster, een werkrooster, we noemen het corvée. En ze dienen zich ook daaraan te houden. Want ja, je gaat niet alles gratis krijgen en men kan ook niet alles voor je doen, anders ga je het ook niet leren. Ja. Dus ze worden ingezet om ook te helpen met de schoonmaak, met de opruimen. Maar vroeger was het zo dat er vrijwilligers kwamen om ze te helpen met huiswerkbegeleiding. Maar dat alles is weggevallen. Ja, dat is heel jammer. Dus dat doen ze maar zelf. En als we een keer iemand bereid hebben gevonden om te komen praten, om te motiveren, dat soort momenten, die social meetings en zo, dan organiseren we dat ook. Ja, want ik zou net vragen, natuurlijk het sociale aspect bij de meisjes is ook heel belangrijk. Dus ja. Los daarvan zijn er andere educatieve activiteiten die het internaat doet? Vroeger hadden we dat. We kregen trainingen van verschillende organisaties. Stichting Lobby die kwam ook. En andere een organisaties die kwamen om ze te versterken, capaciteitsversterking. En de programma's werden uitgevoerd. Maar nogmaals, het werd minder. En nu is het helemaal gestopt. Vooral gedurende de COVID-periode hebben we niets meer gedaan aan dat soort programma's. En na herstel, dat zaken weer zijn opgepakt. Trouwens, de meeste meisjes die waren ook weg. Mm-hmm. En nadat zaken weer een beetje normaal werden, is een deel teruggekeerd. Een groot deel uiteraard teruggekeerd. En zo zijn we dan weer bezig samen met anderen die over het internet hebben gehoord, maar ook vanwege mijn netwerk. Mm-hmm. Mensen inzetten om ze een beetje meer met motivatieprogramma's bezig te houden. Los van de financiële situatie, zijn er andere obstakels of andere uitdagingen waarmee het internaat te kampen heeft? Ja, kijk, het zijn jonge meisjes, het zijn studenten. Ze komen van verre, ze komen van het binnenland. Je weet, het is niet de primaire keus van ouders om hun kinderen naar een internaat te sturen. Maar ze hebben geen andere keus. Als ze hier zijn, moeten ze ook leren om te gaan met elkaar. Ze moeten leren zich aan te passen aan de situatie all over. En dat is een uitdaging op zich. Ze moeten zich houden aan regels, gedragregels, maar ook regels algemeen. En soms zitten ze ook zonder geld. Als de schoolbussen niet rijden, dan zitten ze ook vast. Dan kunnen ze ook niet naar school. En daarvoor moet het ministerie van Onderwijs ook rekening mee kunnen houden. Want ik denk niet dat het alleen hier speelt, maar dat het bij alle andere internaten hetzelfde zal zijn om en bij. En als directeur, als beheerder, moet je er ook toezien dat de regels nageleefd worden. En dat is ook al een zware taak op zich om 25 meisjes bij elkaar te houden, ze te leren,
ze te helpen vormen. En het contact met de ouders, soms is het zeer gebrekkig. Want je kan alleen maar met WhatsApp echt wel contact krijgen met bepaalde ouders. Ja. Is er ook gekeken vanuit dus het internaat om zeg maar, gesprekken te voeren met zeg maar, het ministerie? Om te kijken welke hulp, of met de regering, welke hulp jullie kunnen krijgen? Ja, dus het ministerie, eigenlijk vallen alle sociale instellingen onder het ministerie van Sociale Zaken. Maar we weten wat de situatie is in het land en dat geeft dus ook een beetje, dat je dus niet op regelmatige basis zaken dingen kunt doen. Toch? Het ministerie van Sociale Zaken zou bijvoorbeeld ook een programma heel speciaal hebben voor de sociale... Ik zeg niet dat ze het niet hebben, maar het moet worden uitgevoerd, het moet worden geïmplementeerd. Dat er contact is, zodat zij ook weten wat er allemaal speelt binnen het sociaal leven, binnen de sociale instellingen, om dat op te pakken. Ja. Als u moet kijken dus naar wanneer de meisjes, of tot hoe, dat is vraag, tot hoe oud kunnen ze hier verblijven? Totdat ze afgestudeerd zijn. Dus als je bent afgestudeerd, mag je weg. Of zou je plaats moeten maken voor anderen. Oké. En als u moet kijken naar dus hoe het leven van de meisjes hier is op het internaat, wat ziet u als een oplossing om ze... Want je krijgt dan het gevoel alsof ze zich een beetje uitgesloten voelen. En wat ziet u als oplossing, zodat ze toch wel meegenomen worden in de samenleving? Wel, oplossing is dus dat er voldoende aandacht wordt besteed. Dus ik kan het werk niet alleen, ik heb mijn best gedaan. Tot nu toe doe ik mijn best, maar ik doe het meer uit liefde, uit eigen kennis, uit ervaring. Want ik heb ook in het internaat geleefd, dus ik weet wat het betekent om hier te zijn. Een beetje afgezonderd, geïsoleerd. Maar als er hulp kan komen, ondersteuning kan komen, zodat we het werk, de taken, die verdelen en meer aandacht besteden aan de meisjes. Maar ook om met programma's te komen waarbij ze zich toch wel thuis kunnen voelen, gelukkig kunnen zijn. Het gemis van dus dat wat ze al weten en kennen, hun eigen situatie, dus niet als probleem ervaren, dan denk ik dat het wel zou lukken. We hebben hier groot terrein. We zouden bijvoorbeeld landbouwprogramma's kunnen uitvoeren, zodat we ook dat deel van voedselvoorziening kunnen ondersteunen. Maar je moet de middelen hebben, je moet de mensen daarvoor hebben om ons te helpen. We kunnen niet aan groot onderhoud doen. We kunnen wel verzorgen als het er is. Ja, dus en ik denk dat we dat gebouw, de inrichting ook meisjesvriendelijker kunnen maken. Dat gebouw is, ik weet niet wie dit heeft opgezet hoor, sorry, maar het moet ook vriendelijker zijn voor meisjes om zich thuis te voelen. Mm-hmm. En hoe denkt u dat de impact zal zijn of wat de uitkomst zal zijn? U heeft net een aantal mooie voorbeelden aangehaald. Als ze geïmplementeerd zouden moeten worden, wat zou voor u de uitkomst zijn? Voor mij zou het, ik zou zeer tevreden zijn en ik denk dat de meisjes dan met een andere kijk, met een ander gevoel, ik denk gelukkiger gevoel, hun studie zouden kunnen afronden. Ze zouden, weet je, mensen willen zich prettig voelen in hun eigen omgeving. Mm-hmm. En dat kan maken dat ze gestimuleerd worden om verder te gaan. Vooral als die programma's er zijn, zodat ze kunnen zien van, ik kan dit worden in de toekomst. Ik kan heel veel bereiken met mijn verblijf hier. Dan denk ik dat ik zal tenminste happy zijn. Want dan weet ik dat ik een mooie bijdrage heb geleverd. Maar ik denk dat de meisjes ook en de ouders zeer gelukkig zullen zijn. Als die meisjes toch de moed hebben om door te gaan en om af te studeren vooral. Want dan hebben ze toch wel een basis om verder te gaan in de samenleving. Wat is de volgende stap die u wilt zetten als directrice van het internaat? Wel, er komt een heleboel in je op wat je graag zou willen doen. Ik wil heel graag nogmaals dat van activiteiten. Die meisjes hebben het al een beetje in zich, want ze komen allemaal uit het binnenland. Ik denk dat we dat... Dat heel veel zou helpen, nogmaals. Maar we willen ook samen met ze een bakkerij in de omgeving opzetten, zodat we ook een beetje aan die broodvoorziening kunnen werken, maar ook de omgeving kunnen
helpen daarmee. Er is geen winkel hier in de buurt. Zodat ze ook wat kunnen verdienen, zakcentjes, om de kleine dingen die ze willen doen, daarmee kunnen doen. Dus dat is één. Ik zou heel graag willen dat, als het mogelijk is, het internaat wordt uitgebreid. Want ik kreeg aan het eind van het jaar zoveel aanvragen. Maar ik kan niet iedereen tevreden stellen. Mm. Ik heb maar, die capaciteit is maar voor 25 tot 30 pupillen. Mm. Ja. En hoe doet u dat? Want hoe is het proces van filteren om te kijken wie laten we wel blijven en wie moeten we teleurstellen? Nou, in eerste instantie ga je dus die informatie doorgeven aan de ouders. Mm. Zodat ze weten van oké, als ik mijn kind daar plaats, dat het is, dat er regels zijn en dat ze soms ook moeilijk bereikbaar zullen zijn en dat ze pas in de vakantie thuis kunnen komen. Oké, intussen hebben we een moment opgebouwd van eind van de maand naar huis gaan. Niet iedereen kan dat, mm-hmm. maar voor degenen die dat kunnen, dat ze dan toch eind van de maand even naar huis gaan, zodat het contact met de ouders en de familie blijft. Maar in principe is het vakantie, dan mag je naar huis. Ja. Dus dat soort zaken worden dus ouders voorgehouden en als ze akkoord gaan, dan komen ze voor een intakegesprek, zodat we dus alles kunnen bekijken samen met hun. En als ze tevreden zijn, en ik ben ook tevreden met het gedrag, want ze moeten ook eerlijk zijn om aan te geven van mm-hmm. oké, dit kind is dat, dit kind is zo, let beter daarop en zo. Maar je kan ook goed observeren ja. en dan maak je wel een keus. Maar ja, anderen stel ik teleur zodra ik vol ben. Dan mm-hmm. zeg ik van sorry, ik heb geen plek meer. Maar dan gaat het niet meer om, dus dan dat deel van wat ik daar net heb voorgehouden. Ja, goed. Is er nog informatie die je kwijt wilt? Dus eigenlijk wil ik een oproep doen aan ieder die ons kent. Velen kennen ons ook, maar ook anderen die nog niet weten van dit internaat. Om zelf een kijkje te komen nemen hier. En je mag ook vrij een babbeltje houden met de meisjes, zodat je ook kan verifiëren als wat ik zeg en wat ik doe klopt. Maar het gaat meer om die hulp, die ondersteuning. Dat gebouw is echt verouderd. Mm-hmm. We zitten met waterprobleem, soms elektra. Je koopt een fluorescentlamp en na 2 weken is het niet meer omdat de dingen verouderd zijn. Mm-hmm. Dus we hebben die hulp nodig. Kijk, die achtertrap, daar kunnen we niet meer gebruiken. Water valt van boven naar beneden. Er komen slangen hier. Dus groot onderhoud is nodig. Ongediertebestrijding hebben we echt nodig hier. Dus ja, laat de mensen komen kijken. Mensen die hulp kunnen geven. Ja. En mensen die ook een hart hebben voor onze meisjes. Dat zijn studenten uit het binnenland. Laten ze ons echt die ondersteuning geven. We hebben het hart nodig. Ja. Mevrouw Ivna, ik wil u succes toewensen in hetgeen u doet. En natuurlijk hoop ik dat u de nodige hulp krijgt met de oproep die u net heeft gedaan in onze uitzending. Dank u wel en ik ben blij dat u er bent. Ik hoop dat de overige media u volgen, zodat ze ook kunnen zien. Ja. Kijk, als je praat over iets, dan heb je een beeld. Maar als je er bent, je bent hier, je kan zelf beelden schieten. Dan ziet u de situatie en dan kunt u ook aanvoelen van nee, er moet iets gebeuren. Ja, dat ja, is ik zo. Wil die mensen zo gelukkig maken. Het moet niet zo zijn van, ja, we zijn al hier eenmaal en je stress ze, want ze moeten studeren, ze moeten hun lessen leren. Maar ze moeten zich ook happy voelen in de omgeving. Dat is inderdaad heel belangrijk. Ja, maar we geloven dat er inderdaad wel hulp komt waar nodig. Ik hoop het ook. Veiligheid is ook een aspect dat we in acht moeten nemen. Kijk, we wonen in een buurt, u ziet het. Het is een hele rustige buurt met allerlei gevaren van dien. Gelukkig voelen we ons niet onveilig, maar je moet ook vooruitdenken en ernaartoe werken. We moeten echt wel werken aan een stukje veiligheid, de bescherming van onze meisjes. Ze hebben het ook nodig, wij hebben het ook nodig. Dat is zo, ja. Ja, maar dat komt wel zeker goed, dat geloven we. We hopen het. Yes, is goed, succes verder. Dank u wel, dank u hartelijk. En met deze woorden van mevrouw Ivna Vrede zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. We hebben in het eerste deel gesproken met de heer Santosh Singh en in het tweede deel met mevrouw Ivna Vrede. Ik hoop u volgende week weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben Aranza Swedo. Bedankt voor het kijken.